Zo, je raadt echt niet wat er net gebeurde. Echt, echt, jongen, niet normaal. Echt niet normaal. Weet je, de YouTube-politie was hier net. Ze zeiden, kom op, jij bent gewoon te sexy om zonder t-shirt te vloggen. Dus ik kan er niks aan doen, hè. Ik wil gewoon zonder t-shirt vloggen. Maar van de YouTube-politie mag het niet. I'm too sexy to vlog without a shirt. Too sexy to vlog without a shirt. Too sexy, it hurts. Maar ik heb een ander Halloween trui. Een ander Halloween trui. En gelukkig kan ik niet zingen. Hey, ik heb andere kwaliteiten. Ja, heus. Heus. Heus wel. Maar wat is er nou zo bijzonder? Je gaat wat uitpakken. En dan ga je daar gewoon fucking twee... Sorry, ik was... Hello, Snickers, my old friend. Oké. Okay. Kindjes? Oké. Doe gewoon. Ik had het gewoon koud, ja. En mijn geheugen zat vol, maar ik heb nu ander geheugen gebruikt. Maar ik heb wel een beetje honger. En als echte... Dat is mijn ding, weet je... It's my party and I eat the Snickers when I want to. Oh, weet je, als ik een Snickers zou eten, doe ik dat gewoon. Ja? En hier. Hoi. 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 Maar dit is alvast voor morgen. Nee, zaterdag. Allemaal zwarte antevloe en groene antevloe. En gele antevloe. Hoe laat plus minus? Ja, schat. Ik ga even een vlogje opnemen. En dan ga ik jou vertellen hoe laat ik weer tijd heb voor jou. Oké. Okay. Dus ik moet een beetje opschieten, want er wacht iemand op me. En ik wil heel graag hier muziek achter zetten. Dus dat ga ik gewoon doen. En dan... dat betekent dat als ik ooit heel succesvol word, dan gaan al deze inkomsten, allemaal hè, al deze gratis Snickers, gaan dan naar Bibi Rexha. Nou, als iemand het verdient, is Bibi het. En misschien komt Bibi me dan wel persoonlijk bedanken door samen een vlog op te nemen. Bibi, I'm a big fan. And please visit me when you're around. And we'll... I'll make sure you'll never forget... You will never forget me. Hoe laat we... Ja, dat zie je wel. Dus. Hey Google. Speel Bibi Rexha. Luister. Oké, bekijk dit YouTube music kanaal gebaseerd op Bibi Rexha. Hoe kan ik iets bekijken? Ik had het alleen horen. Oh, kippenvelliedje. Oh, je vindt me hier. Hoi. Hoi. Oh, ik moet naar iemand in Emmen. Om voor muziekherrie te kijken. Om waar ik mijn mengpaneel kan aansluiten. Yes. Maar deze video wordt jullie dus aangeboden door Louis Tomlinson. En Digital Farm Animals en Bibi Rexha. Doei, baby. Oh, baby. You got me down to thrill me. Maar wat is er nou zo bijzonder? Nou, ik had al een hele tijd, kreeg ik door. 10. 10 van de 10. 10 out of 10 is mijn date van gisteren. Je bent gewoon een 10. Jij bent mijn 10 min 10. Dat ben jij. Sorry. Het is jammer dat je geen lekkerdere koffie hebt. Maar als dat het enige minpuntje is wat ik kan verzinnen. En ik ben kritisch. Maar oké. Genoeg. Oké. Ik heb een envelop van de Ziggo. Ik heb een doosje van de Ziggo. En ik heb een doosje van de iBoat. Ja, iBoat is het leukste, hè? Dus die doen we als laatste. You kill me. Ik heb de Ziggo gebeld
dat ik minder geld wou betalen. Omdat ik boos was op Ziggo en op Vodafone. I hate it when I go take it. Oké, Google. Ziggo Zee Plus module. Die heb ik al. Nou heb ik er 2. Ja. Back to me. I just keep on coming back to you. Hou je back, toch? Dus ik heb een hele oude. En nu heb ik een hele nieuwe. CI plus 1.3 module. Dat betekent dat ik geen kastje meer heb naast mijn televisie. Maar het enige waar ik televisie voor kijk is het journaal. Maar eigenlijk, sinds jij het niet meer doet. Lieve, hoe heet ze ook alweer? Die blondje. Oh, die was mooi. Maar... Amber is ook nog heel mooi. Amber, als je dit ziet... geef me eens tips hoe je... vindt. Or hate it. Right. Nummer 1, hè? En er zit gewoon een... Er zit volgens mij gewoon ook een smartcard in. Hoi. Fitness Grollo. Ja. Vandaag niet, jongens. Dit is de oude die ik had. De oude. De Smit. DVB. Secure Plus. En dat is dus geschikt voor Ziggo. En nu heb ik gewoon... Stleblam. Maar er zit al een kaart in, toch? Ja. Nou, als het goed is... Als het goed is, dat plug and play. Kijk, dat gaat hier zo. Met die kaartje erin. Zo, nee, dan moet ik verder. Ik vind wel... Ik moet het toch zo... Ja, maar toch zo. Love Me Harder, die wou ik horen. Dit is een mooi nummer. Sorry hè, het wordt een beetje donker. Oké, Google, doe het licht aan. Oh, daar toch. Aan het eind van je Snickers-verpakking nog Snickers mis. Ja, mijn fopje niet, Snickers. Hey, luister daartoe. The rest of your life. Ja, I hope I'm doing you tonight. I call you my... Even testen of die het doet. Mine. Het is niet mine. Het zou wel leuk zijn om via iBoot nieuwe televisie te krijgen, toch? Zo, gewoon een handtekening op mijn eigen televisie. En dan is die 2 keer zoveel waard. Een televisie kopen. Nee, als ik een nieuwe televisie zou hebben... Oh, C ingevoerd. Wacht op verificatie. Hups, oké. Okay. Slablam. Nou, dan ga ik Simon zijn thema opdrinken. Want ik heb namelijk genoeg koffie op voor vandaag en morgen. Nou, morgen niet. Maar... Mooi, hè? Ik wil duiken. Ik wil lekker die lionfish gaan opzoeken. Ik heb op Curaçao gedoken. Nou, waren die lionfish. Nou, doen we het. Zwak, jongen. Ja, dat is het probleem met de Ziggo. De Ziggo levert altijd een zwak signaal. Ja, dat is wel typisch.
Ja, toch. Ik ga de gebruiksaanwijzing lezen. Ja, toch. Ja, toch, niet dan. Oh, trouwens. Ik heb hier... Ik ga straks karten, hè. En ik moet alleen nog mijn helmmutsje vinden. Mijn baklava. Baklava? Baklava. Dat lijkt als baklava. Baklava van Turks. Ken je Mertabi? Die doet leuk met baklava. Hey, en Simone. En Renier. Ik vind het wel jammer dat ik niks heb met Toro erop. Want anders zou het een teken zijn dat het een leuke boot voor mij was, toch? Ja. Ik weet niet of het kan zien. Spanje. Toro. Dus ik moet die boot hebben, denk ik. Kom maar door met die boot. Anders kom ik die boot wel een keer in een vlog bekijken. Weet je, dan kan ik mezelf in wetsuit. Nou, als dat niet verkoopt. Moet ik wel wat extra sokken in me. Lijkt het nog wat. Oh, oh, oh. Oké, misschien ga ik dit straks lezen, maar ik ga even door met uitpakken. Are you happy now? Dit onderdeel neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Nou, ik denk het niet, jongen. 30 minuten. Heb ik toch helemaal geen tijd voor? Ziggo. Dat is net alsof ik een video ga uploaden. Dat duurt ook 30 minuten. Hallo? Waar is die mesje? Oh! Zo, die doos is zwaar! Je zou bijna denken... Die doos is echt zwaar. Je zou bijna denken, er zit misschien meer in dan één ding. Kijk, oh, dan weet je waar ik woon, maar dat weet je toch al. Maar dit is even spannend. Hier. 10-10-2019. Dat is gewoon die datum die ik al de hele tijd doorkreeg. Of doorkreeg, waarvan ik gevoel had die ze eraan te komen. Dit is hem gewoon, jongens. Oh, daar is het mesje. Ik zat er bovenop. Maar kijk, hij is... Oh, oh nou, toch is die Ziggo. Zo. Ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd wat er in dat Ziggo-doosje zit. Oh, nieuwe kabelmodem. Nieuw kabelmodempie. Leuk, lekker. Hij is alleen breekbaar. Oh, dit breekt. Ziggo retourneren. Oké, hallo. Check eerst uw orderbevestiging. Vragen we u geen apparaat? Oké. Zo. Internet of bellen gebruiken. Nou, bellen doe ik niet. Zo. Wireless gateway. Ja, dit is verder niet spannend. Are you happy? Ja. Dit is een nieuw kabelmodem. Volgens mij lijkt hij heel erg op wat ik al heb. Alleen... ik zie nou wat. Krijg nou... Ik weet al wat er mis is trouwens met mijn televisie. Ik had namelijk mijn ding al uitgebouwd. En dat is natuurlijk niet handig. Are you happy now? Nee, dit is mijn kabel. En ik ben echt... Ik heb echt verstand van dingen al. Ik zweer het je. Ik heb tonti goede verstand van die kabeltjes. Oh, shoot. Ik ben de goedste toch? Misschien moet ik daar wat mee gaan doen met kabels. Maar. Ik moet nu niet het kabelmodem gaan vervangen. Want dan kan ik even niet uploaden. En dan kan ik wel uploaden. Maar zoek de verschillen. Volgens mij zijn er geen verschillen. Dus hij heeft een of andere Ziggo gekkie. Heeft gezegd: oh, die meneer wil een nieuwe kabelmodem nog.
Ik ga gewoon eentje sturen. En het maakt niet uit, het is hetzelfde. Maakt niet uit, de administratie moet zo. Sorry. Ik weet niet hoe je praat. Misschien maak ik nou hartstikke belachelijk. Maar wie maakt zichzelf nou belachelijk? Wie stuurt nou dezelfde op die ik al heb? Jij jezelf dan toch? Goed. Nou, zal ik hier maar stoppen? Nee, hè. Maar ik heb wel trouwens deze. Deze, die helm. Nee, handschoenen. Handschoenen. Nog. Voor extra grip op die stuur. Ik vrees dat ik het heel...